Gisteren 11 november was er nog een jubileum. Het Conservatorium van Suriname heeft gisteren op sobere wijze haar 10-jarig bestaan herdacht. Bij het Conservatorium Suriname worden studenten binnen 4 jaren opgeleid tot professioneel artiest en tot muziekdocent in het formeel onderwijs. Ook is er een verkorte opleiding van 2,5 jaar tot sound engineer. Volgens directeur Marcel Balsemoff is het 10-jarig bestaan een mijlpaal die moet worden gevierd. Suriname mag er trots op zijn dat aankomende generaties die ervoor kiezen muziek tot hun beroep te maken, een plek hebben om het in eigen land te doen. Balsemoff ging verder aan dat hij pas de afgelopen 4 jaar directeur is van het instituut en dat de jaren iets wat onstuimig waren, vooral het afgelopen 1,5 jaar. Het betekent veel voor ons land. Het betekent ook veel voor mij als mens. Omdat Surinamers in staat zijn om nu al 10 jaar lang in ons eigen land deze muziekstudie op hbo-niveau te doen. En ik zit zo prettig als wanneer je kan studeren in je eigen land, in je eigen omgeving. Zonder aanpassingsproblemen aan andere culturen. Die snap uno. En dit moeten we koesteren. Ik ben blij dus. Balsemoff zegt verder dat iedereen die muziek een warm hart toedraagt, het instituut kan helpen om sterker op haar benen te staan. Vooral in deze tijd heeft iedereen hulp nodig, maar muziek is niet meer weg te denken binnen onze samenleving, want dan is het leven zonder muziek saai, meent de directeur. Wel, onze toekomst ziet er, ik zet een aantal vraagtekens, en daarnaast ook uitroeptekens, want ik ben van huis uit christen. En ik geloof in een van de leuzen, een van de dingen die mij ook overeind houdt als mens, is Psalm 23. We zijn niet bevreesd wanneer we uitdagingen tegenkomen in het leven. We gaan ervoor en we weten, omdat we een sociaal wezen zijn, dat er altijd wel hulp komt. Zodra je oprecht bezig bent met zaken, in vrede, je gaat hulp krijgen. Ik weet zeker dat we na dit interview nog meer hulp zullen krijgen. Dus minister Pang, het enige dat er is wel is dat we wel aan de bel moeten trekken wanneer het niet goed gaat. En dat doen we dus ook nu. Van, mensen moeten denken van oké, het gaat goed. Nee, het gaat niet goed. We hebben een tekort aan middelen. We hebben zelf de hulp van Telesuur nodig eventueel voor betere internetverbindingen. Voor het verzorgen van onze lessen via het internet. Omdat we al jaren zanglessen verzorgen via Skype. De docenten zitten in Nederland. We hebben een internationaal docententeam, mevrouw. We hebben niet alleen Surinaamse docenten. We hebben ook docenten in Nederland en in de Verenigde Staten. Die ook op afstand hun lessen verzorgen aan onze studenten. Dus we proberen kwaliteit te leveren. Muziekonderwijs is net zo belangrijk als alle andere vakken zoals rekenen en taal, besluit Balsemoff. Het volledige interview met Marcel Balsemoff kunt u bekijken op onze Facebook- en YouTube-pagina's ATV Suriname.